Amerikaanse vrouwen dienen een schadeclaim in tegen MSD. De ring zou trombose, longembolieën en herseninfarcten veroorzaken. Er zouden 5 mensen door zijn overleden. De Nuva-ring wordt 1 keer per maand vaginaal ingebracht en het scheidt hormonen af die zwangerschap voorkomen. In de VS hebben 2000 gebruikers en nabestaanden van gebruikers een schadeclaim ingediend. Maar bij MSD in Os blijven ze pal achter hun medicijn staan. Wij zeggen dat er geen verschil is in tromboserisico met andere anticonceptiva. Ja. Overigens, altijd is het zo dat de risico's zijn bij het gebruik van de pil en een verhoogd risico op trombose. Dus dat is wel absoluut waar. En vooral bij roken, overgewicht en trombose. In ons land wordt de ring jaarlijks 170.000 keer verstrekt. Het Nederlands Bijwerkingencentrum Larep in Den Bosch heeft in 10 jaar tijd 31 meldingen van bijwerkingen gekregen. Nou, op zich is dat niet zoveel. We kennen het risico van alle derde, vierde generatie anticonceptiepillen van de Diane en dus ook van de Nuva-ring. Dat geeft een verhoogd risico op trombose en dus ook embolieën. Dat weten we. Dus dan kan je ook verwachten dat dat gemeld wordt als dat patiënten overkomt. Larep geeft geen advies over wel of niet gebruiken van de Nuva-ring. In de richtlijn voor huisartsen is de Nuva-ring niet de eerste keus. Dat zijn de oudere pillen met minder hormonen. Want die zijn veiliger als het gaat om trombose.